Eén keer per maand organiseer ik met een paar mensen een avond waar mensen bij elkaar komen om te praten over dingen die niet gelukt zijn. Fuck up nights. Het doel van dit evenement is het falen van mensen in een ander perspectief te plaatsen. Bij iets nieuws proberen ontkom je er niet aan om af en toe op je plaat te gaan. Onderdeel van het evenement is het open podium. En dit keer greep een jongeman uit Pakistan de microfoon. Als jonge jongen wilde hij heel graag wedstrijd zwemmen. Iets wat net als zwemles niet echt gebruikelijk was in Pakistan. Op latere leeftijd kreeg hij de kans om te leren zwemmen in een meertje in de buurt. In het ondiepe stuk voor het lint waar hij nog kon staan, heeft hij een paar dagen geoefend. Totdat de leraar vroeg of hij in het diepe water aan de andere kant van het lint het wilde proberen. Hij zwom met de leraar op een band naast hem het meer op. En op een gegeven moment sloeg de angst toe. Hij verkrampte en hij ging kopje onder. Het lukte de leraar hem veilig naar de kant te brengen. Een dag later stond hij aan de rand van het meer. Hij besloot het zonder leraar weer te proberen. Hij zwom naar het midden van het meer. En wat hij zich toen besefte, is iets wat ik graag met jou wil delen. I didn't know how to stop swimming. Hij wist niet hoe hij moest stoppen met zwemmen. Ik vraag me af wanneer ik voor het laatst in de diepe ben gesprongen zonder iemand naast me die me veilig naar de kant kan brengen. Waarom zijn we toch zo bang om te falen? Terwijl we weten dat we het alleen zo echt nieuwe dingen kunnen leren. Iemand die verder is dan jij heeft hoogstwaarschijnlijk meer fouten gemaakt. Cool hè, falen?